It's number one. Leuk dat je kijkt en welkom bij een nieuwe review. Mijn naam is Ruben Koet, de ride specialist van Nederland. En ook in deze video neem ik jullie mee naar een paar mooie attracties. Goedemiddag allemaal, welkom bij Spiksplinter. Lekker vette, gave, super, ultra, mega vette. Dat zei ik al. We zijn in ieder geval bij een nieuwe review van de Rodebaan. Niet zo'n hele grote, kleintje, maar we zijn hier op vakantie, was 10 minuten van het hotel af. Dus ach, we hebben de kinderen bij ons, waarom ook niet? Want die vinden elke Rodebaan leuk, dus ook deze Rodebaan. Dus we gaan opstappen en we gaan rijden. Zoals bij veel Rodebanen bestaat het niet alleen maar uit de Rodebaan, maar ook uit de minigolf erachter, trampoline en een speeltuintje. Maar daar komen we allemaal niet voor, wij komen voor de baan zelf. En die ligt daar. Oké, los geht's! Ja! Ja! Welkom allemaal op de Rodebaan al hier. Het is een kleine Rodebaan, dat valt direct op. Er zit één kruisel in en twee, ja eigenlijk een haarspelbocht, dat is het. Ja, de lift is ook niet erg lang, dus het wordt een korte baan vandaag. Een kort reviewtje. Hiernaast ligt nog een assortiment van bandenbaan. Maar daar gaat er niemand vanaf. Die is wel best lang, moet kijken. Moet je vasthouden aan die skilift en dan naar boven. Maar best nog zwaar als je dat moet doen. Maar dat gaan we vandaag niet doen, want ik hou er niet zo van deze dingen. Beetje lijf spul vind ik dat. Hou ik meer van een rodelbaan, weet je. Dat is toch wat relaxer allemaal. Inmiddels zijn we boven aangekomen. Dat is onze kapitein voor vandaag. Jason, hallo. Hallo. Ja, Jason heeft een beetje waterpokken van al die pukkeltjes. Ja. Ja, is niet zo leuk. Ja, dat is wel leuk. Nou, dat vindt hij wel leuk. Nou, oké. Okay. Dan zetten we de hendel vol naar beneden en dan laten we ons gewoon naar beneden rijden. Zo simpel kan het zijn. Alright. Nu zijn we echt op de baan aangekomen. Ik druk hem helemaal vol naar onderen. Heb je er zin in? Ja. Kleine jump om een beetje gas te krijgen, maar het is nog niet echt dat je zegt van moh, hè, we gaan heel erg hard. Dan krijgen we kleine bochtjes en dan gaan we verder naar beneden. Ja, vanaf hier gaan we meer snelheid krijgen. Gaan we de eerste bocht door, dan krijgen we een klein bochtje naar links voor twee jumpies. Die komen hier aan. 1, 2, maar airtime is ver te zoeken. Dan gaan we de laatste bocht in, dat is de kruisel. En dat is eigenlijk ja, de topelement van deze baan. En de baan, eigenlijk moet je hier al remmen, maar dat doen we niet, dat doen we op het allerlaatst. Hier, even die opzij halen. Zijn we klaar? Ja, dan zijn we al klaar. Zijn heel kort? Ja, vond jij hem kort? En nog een keer. Ja, vond je hem leuk? Nog een keer. Maar hij is wel kort, hè? Nou, Jason is met me eens, hij is wel kort. Ik heb geen woord te veel gezegd, hè? Het is een hele korte baan, eigenlijk maar twee dingen. Hier vooraan, de jump. Verderop nog twee jumps met een beetje airtime, maar niet echt veel. En uiteindelijk die kruisel, die spiraal zeg maar. Maar dan moet je halverwege de spiraal moet je afremmen. Officieel, 30 meter van de volgende baan. Maar wij remmen natuurlijk op het laatste. Dus ja, het is niet echt wat je zegt een hele toffe baan. Tenminste voor mij als volwassene, als ja, thrill-free seeker. Maar ook niet zozeer voor oudere kinderen, hè, pubers en zo. Maar voor de kinderen van onze leeftijd, van 4, 5 jaren. Dat soort leeftijd. Ja, is dit echt een ideale baan. Je kan nog minigolven, trampoline, je kan nog in de speeltuin kan je spelen. Dan is het echt leuk om je een half dagje door te brengen. Dus voor ons, zeg maar als familie zijnde, heb ik me hier top vermaakt. Superbaantje. Als thrill seeker, hè, als de extreme rider,
ja, dan is het gewoon drie keer niks. We gaan in ieder geval door naar de volgende rode baan. Zwembad, vrijtijdpark zeggen ze hier in Duitsland, hè, pretpark. Ik volwassen jongens, we zien elkaar dan weer. Hey, tot de volgende keer.